Danny Landsaat, oudspeler van AZ en Feyenoord. Met Feyenoord in 2008 de bekerfinale gewonnen. 2-0 gewonnen toen van Roda. Jij scoorde al na 8 minuten. Wat herinner je je nog van het winnen van die bekerfinale? Nou, dat het een hele mooie dag was. We konden dat seizoen weer wat kleur geven. Door uiteindelijk dat als we die wedstrijd zouden winnen, dat we op de Coolsingel konden staan. En dat met het legioen wilden gaan vieren. Ja, dat was wel een mooie. Niet alleen de beker, de prijs. Maar dat was ook een uitdaging om dat te kunnen halen. Die Coolsingel, dat wilde jij wel een keertje meemaken, hè? Dat is gelukt. Ja, nou, natuurlijk meerdere. En ook de supporters, de club zelf, die smachten ernaar. En ik denk dat we die wedstrijd goed starten met inderdaad wat je zegt, een goal van mij. Dat kleur geven aan het seizoen, hè? Die zin gebruik je zojuist. Dat geldt eigenlijk dit seizoen voor Feyenoord natuurlijk opnieuw. Vind je dat ze hun seizoen redden als ze die beker van AZ winnen? Nou, kijk, het is toch een prijs. Je kan naar de schaal is dit natuurlijk een andere mooie prijs die je binnen kan halen. En ik denk dat ze toch iets te vroeg zijn afgehaakt voor het kampioenschap. Dus ja, dan resteert er niets anders dan hiervoor te gaan en proberen deze beker binnen te halen. Wie is de favoriet? Nou, ik denk toch wel Feyenoord. Feyenoord dat thuis speelt. Al 3 seizoenen lang AZ thuis eigenlijk makkelijk wint van AZ. Dus ik denk dat Feyenoord wel de favoriet is. Maar ik denk dat we ook wel een AZ kunnen verwachten dat toch wat behoudender zal proberen te openen. Ik denk dat ze er wel... Houdend, echt afwachtend dus? Nou ja, kijk, lijkt mij. Kijk, ik ben natuurlijk nu niet bij het eerste betrokken. Nog niet. Maar kijk, als je gewoon kijkt naar de vorige wedstrijden, dat ze toch te snel op achterstand komen. Ja, dan zou ik proberen er zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. En wat behoudender proberen te spelen. Als je het hier bij AZ zegt, dan word je al vrij snel dodelijk aangekeken. Maar het is nou eenmaal een geval dat als AZ topwedstrijden speelt, het gewoon vaak of eigenlijk helemaal nooit lukt. Ja. Hoe komt dat volgens jou? Hoe komt dat? Het is frappant. Ik merk dat nu zelf ook een aantal jaren als ik toch speel met mijn teams tegen Ajax. Dat we toch niet datgene brengen wat we wekelijks brengen tegen andere teams. Ja, hoe kan dat? Misschien is het toch iets wat in de kopjes zit bij de jongens. En eigenlijk mag het niet zo zijn. En hopelijk dat de bekerfinale dat toch wat extra's geeft om als team echt tot het gaatje te gaan. En daarmee bedoel ik eigenlijk de road naar het stadion toe. Daarin dat je al die supportersbussen ziet en toch iets extra's krijgt. Nou, dat kun je net voor de wedstrijd nog in de warming-up krijgen. Dat de helft van het stadion gevuld is met AZ-supporters en de helft met Feyenoord-supporters. In plaats van dat je dan eigenlijk in een volle kuip speelt met Feyenoord-supporters, kan dit ook een extra boost geven en dan kun je misschien wel je voordeel uithalen. Dat voor de wedstrijd staan ze ook wel eens bij elkaar om even die laatste pep talk nog te geven. Ja, dat, ik denk dat de aanvoerder dat moet gebruiken. En ook al sta je 1-0 of 2-0 achter, dat je toch door kan blijven gaan. Dat heb je afgelopen week ook gezien in de Champions League en de Europa League. Ja, je maakt altijd een kans. En wat dat betreft, als ze wat voorzichtiger openen, denk ik dat AZ wel een beter resultaat zal kunnen halen in de Kuip. Denk je dat bij Feyenoord Robin van Persie in de basis staat? Ik ben bang van wel, ja. Nee, is hij nog verschrikkelijk goed, het bleek van het weekend weer. Ja. Nou ja, ik ben een voetballiefhebber, ik ken Robin goed. En, ja, bevriend, hè? Ja, we zijn goed bevriend. En ik geniet wel, maar net zoals als bijna heel Nederland, denk ik wel van zijn spel. Wat hij nog brengt, er wordt natuurlijk veel van hem verwacht. Maar zie je toch dat de kwaliteit er vanaf spat wekelijks, of tenminste wekelijks, wanneer die speelt. En dat heeft ook te maken, denk ik, met zijn fitheid. Dat hij vrij voelt, vrij beweegt. En dat hij eigenlijk elke bal met een boodschap, met een bedoeling, dat hij aankomt. En je ziet het al in de percentages van kansen die hij krijgt en die hij dan scoort. Of dat hij in de 16 meter duikt en dat er dan doelpunten zijn.
Ja, dat is wel echt iemand om waar iedereen van kan gaan genieten. Maar waar wij met AZ zeker rekening mee moeten houden, dat hij gaat spelen. Maar nog over hemzelf. Het wordt nu toch een beetje een vraag, gaat hij volgend jaar door? Daar heeft hij zelf iets over te zeggen, daar heeft Feyenoord ook iets over te zeggen. Ja. Wat verwacht jij? Wat verwacht ik? Ik verwacht dat ze hem nog een jaar binnenboord houden. Dat hij dan een volledige en een goede voorbereiding draait. Nou, bij een club wat vertrouwd is. Waar hij heeft bewezen dat hij van waarde is. Ik denk dat het een goede match is voor Feyenoord als Robin behouden blijft. En jij gaat, we zeiden het al, volgend seizoen door als assistent bij het eerste. Heb jij ook nog ambities om uiteindelijk helemaal op eigen benen te staan? Die ambities heb ik zeker. Ja. Ja, dat klopt. We hebben hier een paar goede gesprekken gehad. En de intenties zijn er inderdaad om door te gaan samen. En de ambities heb ik zeker om ooit zelf voor de groep te staan. In een topcompetitie of bij een topteam. Ja, ik kan het niet verzinnen. Ik blijf er nog steeds heel erg van dromen natuurlijk. Maar zo begon ik ook ooit als voetballer. En dat wil ik ooit ook, denk ik, als trainer meemaken. Als je zou moeten kiezen, Danny, hoofdtrainer van AZ of hoofdtrainer bij Feyenoord? Oeh, dat is een lastige. Het zijn mooie clubs. Ik denk dat de weg, de geleidelijkheid, dat die beter is. Dus eerst maar bij AZ en dan door naar een topclub.